Ja, goedemorgen. Ik denk dat jullie ook weer terug zijn van vakantie. Wij in ieder geval allemaal wel en we hebben er zoveel zin in. Ik ben na de vakantie teruggekomen in de winkel. Wat een fantastische collectie. Echt, je wordt er zo blij van. En wat ik vandaag wil gaan doen, ik wil jullie meenemen door een deel van de collectie. En jullie een heleboel gaan vertellen over stoffen, materialen, hoe je dingen heel leuk kunt mixen. Ja, mocht je daar nog vragen over hebben, stel ze gerust. Want dan kunnen we dat ook weer jou daarbij helpen om de juiste set voor jou samen te stellen. Nou, achter mij zien jullie al twee hele leuke dames staan. We hebben een heel mooi thema binnengekregen van Tramontana. Dat betrekt het kobaltblauw, maar ook weer met de prints. Je ziet dat de broeken iets meer een flare of een rechter model krijgen. Nou, hoor ik al heel veel dames denken van ja, maar ik ben niet zo lang. Dan kan ik helemaal niet zo'n lange broek aan. Nou, dat klopt natuurlijk, want je moet er wel een stukje afhalen. Maar het mooie van de rechte modellen is dat je er ook weer heel veel lengte van krijgt. En dat kunnen we je natuurlijk in de winkel heel goed laten zien. Nou, deze dame is natuurlijk wat langer, dus bij haar valt die precies goed. En je ziet ook dat die print heel mooi combineert. En dan ook weer het print op print heel leuk is. Nou, hier hebben we het blouseje eronder gedaan. Dat is dit blouseje. En dan zie je eigenlijk ook dat de print van het blouseje hetzelfde is als de print van de broek. Alleen hier hebben ze hem ietsjes vergroot. Dus dat geeft een heel leuk effect. Want op deze manier maak je er eigenlijk een soort jumpsuit van. Maar je gaat wel weer met die materialen mixen. En dat geeft het nou juist dat leuke effect. En een voile stof maakt altijd heel vrouwelijk. En een voile stof staat ook mooi. Al ben je wat voller op de boezem of in je schouders. Het geeft altijd een heel vrouwelijk effect. En zeker doordat de mouwen natuurlijk nog lekker dun zijn, kun je het nu ook al heel goed dragen met een hemdje eronder. Nou, haar zusje heeft een hele leuke jurk aan. Ook in die voile stof. Daar zit natuurlijk een voeringje onder. Want anders zou je hem zo niet aankunnen. De ceintuur is in dezelfde stof. Maar kun je natuurlijk ook heel mooi in een contrastkleur, zoals op deze manier, gebruiken. Nou, de jurk is net boven de knie. Ook lekker pittig. En hier gecombineerd weer met het jasje van Helene Hart. De blazers van Helene Hart komen we zometeen ook nog op in de naturel kleuren. Want die kun je echt werkelijk overal bij combineren. Nou, verder wil ik jullie in deze levering ook nog even wijzen op deze jurk. Nou, hier zie je dus een jurk die iets meer een pofmouw heeft. Ben je nou wat voller aan de bovenkant, kan dat soms wat veel zijn. Het voordeel is wel, zoals jullie kunnen zien, dat die de schouders precies eigenlijk op de schouders gestikt zijn. Waardoor je niet dat afhangende hebt. Dus het maakt wel een mooie schouderlijn. En dat geeft echt een vrouwelijk effect. Ook weer de taillelijn daarin. Ben je nou niet zo slank op je taille? Laat dan die ceintuur weg en draag de jurk gewoon recht. Dat geeft een heel leuk, zwierig effect. En dan heb je ook niet de ellende dat je elke keer die taille ceintuur op je buik voelt. Verder hebben we in deze levering die prachtige rok. Nou, hier zie je ook eigenlijk al die kleuren van de collectie in zitten. Ja, en hoe leuk is dat dan ook weer om te combineren met die streep. Dan zie je dus ook weer een print op print. Maar met al diezelfde kleuren erin geeft dat echt een heel mooi effect. Nou, je kunt natuurlijk ook zeggen, ik wil het juist wat rustiger houden. En pak dan die rustige blouse daarop. En dan zie je ook weer bij deze blouse goed die schouderlijn. Dit is echt prachtig afgestikt, waardoor je echt een vrouwelijke lijn krijgt. En die mouw heeft wel iets meer volume, maar is zeker niet zo'n pofmouw. Dat merken we ook wel dat dames dat soms een beetje lastig vinden. Nou, zelf heb ik de fake leren rok aan. Nou, vegan leather noemen ze dat. Misschien hebben jullie het ook wel voorbij horen komen al. En vegan leather betekent eigenlijk fake leer. Dus het is nep leer, om het zo maar te zeggen. Het voordeel is dat er lekker veel stretch in zit. Nou, dat je het natuurlijk gewoon kunt wassen. Vind ik zelf een heel groot voordeel, zeker met de lichte kleuren. En het heeft een groot draagcomfort. Nou, hier zien jullie hem in de lichte tint. We hebben hem ook in de zwarte. Dan moet ik even kijken waar die tussen hangt. Oh ja, thanks. Kijk, dan haap je hem weer wat stoerder. Want ook weer iets meer naar de winter toe. Nou, ik heb er nu voor gekozen om al die fishnet panties eronder te doen. Het voordeel vind ik van de fishnet panty is dat je toch wat been ziet. Maar het heeft niet meteen het hele panty effect. En zeker met sneakers zoals ik hem nu draag, wat sportiever, vind ik de fishnet panty altijd een goede combinatie. Wat heel belangrijk is bij die fishnet panty, draag even eerst een sneakersokje en doe daar die panty overheen. Want anders zit het echt niet lekker aan je voeten. Nou, ik heb leuk de sneakers van Dwars erbij aangetrokken, omdat ik het stoere stijltje met de sneakers heel leuk vind. Loop even mee, want ik wil jullie nog wat andere dingen laten zien. Nou, om een beetje in die sportieve stijl te blijven, hebben we hier het model, ook weer van Tramontana, ook weer iets met de flare. Hier zie je bijvoorbeeld weer heel leuk het blauw in. Nou, kan je ervoor kiezen
om ook weer met die voile blouse in die combinatie te blijven, zodat je ook weer die jumpsuit creëert. Ik vind het heel leuk om er dan juist voor te kiezen daar iets met jeans bij te combineren. Op het moment dat je de jeans erbij pakt, maak je er gewoon weer even iets meer een eigen set van. En jeans is natuurlijk altijd leuk. Kom gerust binnen, loop lekker door. Even kijken, deze wilde ik jullie ook nog even laten zien. Hier zit dan bijvoorbeeld weer niet het stretch in. Dit is echt zo'n heerlijke, wijde, lekkere, ja, casual broek. Die je nu natuurlijk ook nog super goed aan kan met het mooie weer. Nou, dan zie je ook weer dat dat gecombineerd wordt met de blouse. Ik vind het dan ook weer leuk om hem wat rustiger te maken met die jeans. Dus ben ook niet te huiverig met je combinaties. Dat je denkt van ja, maar er zit hier helemaal geen blauw in, hoor ik je al denken. Dat geeft helemaal niks. Want op deze manier geef je er lekker je eigen look aan. En jeans is altijd leuk. Dus dat mag je gewoon helemaal combineren. Ook weer met die prints. Dat is echt heel erg leuk. En met die rechte broeken zul je ook zien, zeker met die bies aan de zijkant, dat geeft echt een heleboel lengte. Dus ook als je kleiner bent, we kunnen hem gewoon wat korter maken. Ik laat het ook vaak aan klanten zien, want dan zeggen ze, ja, maar er moet misschien wel 10 centimeter af. Dat geeft helemaal niks, want op het moment dat je er 10 centimeter af moet halen, dan zie je ook eigenlijk dat de breedte van de pijp nog precies hetzelfde is. Dus van het model haal je echt niks weg. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar dat kunnen we altijd samen met je bekijken natuurlijk. Nou, om nog even in die ton-sur-ton combinaties te blijven, zoals ik dat nu ook aan heb, wil ik jullie nog wat leuke dingen laten zien. Nou, ik heb hier ook weer in die materiaalmix ben ik gaan werken. Hier zie je bijvoorbeeld ook weer het hele fijne babycord. Ik weet niet of jullie het goed op de film kunnen zien. Dat zijn de broeken van Red Button. Ja, en die combineer ik dan eigenlijk ook weer ton-sur-ton, dus ook weer in dezelfde tinten, met een klein beetje kleurverschil, wat het juist weer heel spannend maakt. En die stofmix, ja, op deze manier. En dan zie je met het suedine en het rib en dan het frisse van het blouseje, ik hou het heel eventjes bij de camera, ja, dan zie je ook weer dat je een hele leuke combi krijgt. En het heeft gewoon een hele rustige combinatie. We hebben natuurlijk heel veel kleur gezien afgelopen seizoen. En we merken ook wel dat mensen zoiets hebben van, oh, iets meer rust, ook leuk. Maar goed, ik word zelf ook altijd heel leuk van kleur. Dus in dat opzicht snap ik ook dat je heel veel kleur wil dragen. Nou, op deze manier zie je ook weer die ton-sur-ton combinatie. Hier gecombineerd met het Rino en Pelle vest. Een heel leuk vlot vest, wat je ook goed als een tussenjas kunt dragen. Ik heb hem gecombineerd met die broek van Angels. Dat is een basismodel. Ja, en Angels is natuurlijk een pasvorm die lekker wat hoger in de taille zit. Stretch daarin. Ja, je ziet ook dat hij niet vaal is, maar hij heeft wel een beetje een, ja, wat stoerdere wassing, om het zo maar te zeggen. Ja, en een mooie kleur. En hier ga je ook weer, ja, werk je eigenlijk ook weer met die drie verschillende stofsoorten. En die drie verschillende tinten, maar wel in hetzelfde kleurpalet. Ja, en als je dan niet zo van de naturelle bent, kun je dat ook bereiken met andere kleuren. Pak hem hier eventjes erbij in het roze. Heb je ook weer die leuke ripcord. Hele zachte stof. En dan gecombineerd met die top, met een beetje dat kanten, ja, effect, om het zo maar te zeggen. Er zit ook stretch in de top, dus hij draagt ook heel lekker. Iets een ronde hals. Hier heb ik het bondje er even op gedaan. En dan zie je ook weer die combinatie. Prachtig met die kleuren. Heb je dus ook een ton-sur-ton combinatie. Dus ook weer kleur op kleur, om het zo maar te zeggen. Maar wel weer een hele andere stijl als wat ik jullie net liet zien. Dus ja, met ton-sur-ton kun je echt alle kanten op. Dat kan in felle kleuren, maar dat kan ook heel goed in rustige kleuren. Dus nou, ik hoop dat jullie weer heel veel informatie hebben. Ik zou het hartstikke leuk vinden om jullie natuurlijk weer in de winkel te zien. En als je het nou lastig vindt om te combineren, kom dan vooral een keer langs in Woudenberg.